Jongens, we hebben een nieuwe opdracht gekregen. Huh? Op dinsdag 14 november wordt de kindergemeenteraad en de kindergemeester geïnstalleerd. En doen ze hun belofte. Maar wat is een belofte eigenlijk? Wat betekent het? Ja, weet ik het ook niet. Aan wie kunnen we dit nou weer vragen? En wat is een installatie eigenlijk? Ja. Aan wie kunnen we dit vragen? Misschien aan Pia. Meneer Peters! Ja! Oh ja! Hallo. Hallo. Jullie hadden een vraag? Ja, wat is een belofte? Ja, want dat is wel een hele goede vraag. Want dat is natuurlijk een beetje een rare belofte. Hè? Een bijzondere belofte, laat me het dan maar zo zeggen, die je gaat afleggen. En weet jullie wat de installatie is? Wat dat betekent? Nee. Maar de installatie is eigenlijk het moment, hè? Want de kinderraad die zijn gekozen, hè? De 10 kinderraadsleden. En die worden geïnstalleerd, heet dat dan, in de raadzaal. En installatie is eigenlijk een heel duur woord, of een deftig woord, voor gewoon lid worden van de kinderraad. En installatie is dan, dat heeft een beetje een ceremonie, weet jullie wat dat is? Zeg maar, er gebeuren bepaalde officiële dingen. Ja. En dus er wordt bijvoorbeeld gekeken van zijn de kinderen echt van die school waar ze zeggen dat ze komen en dat ze ook de stem hebben gehad. En, dus er wordt ook echt gecontroleerd, mogen ze dan ook in de kinderraad gaan zitten. Nou, en dat hele verhaal dat heet installatie. Dat is een duur woord voor gewoon, ja, je mag inderdaad deel uitmaken van de kinderraad. Nou, en er is dan één bijzonder ding en dat is op het moment dat kinderen daar gaan zitten, dan moeten ze daar gaan zitten, niet alleen voor zichzelf, maar voor alle kinderen van heel Brunssum. Nou, en dan, daar doen ze de belofte voor. Dus ze beloven dat ze niet alleen voor zichzelf daar zitten, hè, omdat ze zelf bij hun in de straat bijvoorbeeld een speeltuin willen of dat ze iets, ze vinden een bepaalde winkel zelf leuk en die willen ze dan in het centrum hebben of ze willen een voetbalveldje zelf opgeknapt hebben. Hè, dat mag ook, maar het is met name bedoeld dat ze daar zitten voor alle kinderen van Brunssum. En dat is dan de belofte die ze afleggen, dat ze moeten beloven dat ze dus niet alleen voor zichzelf de dingen zullen besluiten, maar dat dat voor alle kinderen van Brunssum geldt. En dus die belofte moeten ze doen. Nou, en als ze dat gedaan hebben, dan zijn ze officieel lid van de kinderraad.